Vorige week zag de jury duidelijk vooruitgang. Ze hebben eindelijk het gevoel dat hij het dirigeren serieus neemt. Vanavond dirigeert hij een prachtige aria met operazangeres Francis van Broekhuizen. Maar daarvoor moet je wel goed beslagen ten ijs komen. Ruud Veldkamp. Ruud gaat aan de slag met het stuk Casta Diva en heeft meteen al een streepje voor bij onze solisten. Die baard staat leuk, hè? Ja, vind je het wat? Ja, heel leuk. Goed, Johannes. We gaan aan het werk, jongens. We zijn hier in de opera. Ja. In de zaal die is gerenoveerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Oh. We gaan meteen het diepe in, want we gaan werken aan een opera. Ja. Je moet aan de lippen hangen van de solisten. Oh jee, niet letterlijk, hè? Oh, oké. Okay. Nee, moeilijk zingen. Om te zorgen dat Francis niet in ademnood komt, moet Ruud actief meeademen en op tijd afslaan. Oké, dat is moeilijk. Het zou heel fijn zijn als je meeademt. Waarom? Als jij inademt, voel ik dat mee. Dan voel ik jouw tempo, bij wijze van spreken. Ja, dat. En als ik dan adem en ik heb het idee dat jij met mij mee bent, dan voel ik me niet geremd om door te gaan. En dat sluit heel erg aan bij wat de vaste dirigent van Pavarotti een keer tegen me zei. Die zei, don't follow me, be with me. Dat is een belangrijk verschil. Je moet samen gaan in het moment. Casta Diva uit de opera Norma heeft een prachtige en rijke melodie. Het gaat over de hoge priesteres Norma, die verscheurd wordt tussen haar liefde voor Pollione en haar trouw aan de druïde. Mag ik een groot applaus voor operazangeres Francis van Broekhuizen en dirigent in spe Ruud Veldkamp. Hij wacht te veel op haar. Hij moet blijven sturen en dat doet hij nu niet. Maar hij ademt wel mee, gelukkig. Alleen het tempo is erg rustig. Somebody call a doctor. It's about to happen. Je ziet dat hij onderverdeelt, waardoor hij haar dwingt om langzamer te zingen dan ze wil. Kom mee, kom mee. Ja.
Hey. Nou, dat beestje lijkt me... Die ga ik even nodig hebben, hoor. Nou, ik denk dat hij meer voor Francis is. Ja, nee, dat was een fan, denk ik, van je. Hoe ging het? Nee, ja, het, weet je wat ik mooi vond? Je gevoel. Ja. Je gevoel was heel mooi. Hij ademde goed mee met me. Kijk. Behalve dan bij die hoge, want daar moest ik dan weer ineens een beetje te lang. en dat was jammer. Maar, ja. Maar het was een hele goede poging. Ja. En het was hartstikke mooi wat je gedaan. Dankjewel, dames en heren, Francis. Kom maar, jongen.